Nou, ik weet niet of het in de vlog blijft, maar... Wow, jongens, dit is fantastisch! We zijn met z'n allen aan het wachten. Het voelt alsof je hier bij de tandarts bent, tot je dit ziet! Wietse is ook aan het wachten. En Wietse is heel zenuwachtig. Want Wietse is aan het wachten op de man die je kent van deze hit. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. Zie jij mensen? Ik heb hem net een clipje laten zien. Oh. Werkt dat zo tegenwoordig? Zo werkt dat. Ik heb het wel een beetje gemist hoor, dat vloggen. Toen ja? Ik klaar was naar mijn gastvlog. Maar ben je zenuwachtig? Nee, op zich een beetje Engels is altijd wel even spannend. Ja, blijf ik spannend vinden. En het is de vraag, hoe is die gast? Want als het een hele arrogante zak is, dan word je ook zenuwachtig van. En dan ga je heel veel fouten maken. Ja. Dus eigenlijk wel relaxen en een beetje door blijven lullen. Ja. Maar hij is al te laat. Ja, dat hoort erbij. Dat weet je. Je bent altijd een kwartier te laat rekenen. Ja, dat is waar. Met artiesten ook zo. Je bent ook altijd een kwartier te laat? Nee. Ja, Joep zat een kwartier te laat. Nee, dat is niet waar. Ja, Joep. Nee. Waarom die gast wel weer bij? Do you want to be a gas vlogger? Hey! Als je denkt, ik ben hier bij een kinderboerderij, dan heb je het mis. Want waar je bent, is... Woe! Woehoe! Skymax. Nee, dit is een projectje van Mattie en Wietse. Die hebben kwartal eigen gekocht bij de supermarkt. Met een hoop lampen erop. En het zou kunnen zijn dat ze uitkomen. Dus daar zijn we hier met z'n allen op aan het wachten. Het was irritant, die lamp gaat de hele uitzending aan, uit, aan, uit. En wat gek word je ervan. Waarom gaat die uit eigenlijk? Nou, ik denk dat ze anders te warm worden. Ja. Je krijgt een soort van spiegelei om in de uur. Nou, hier gebeurt het allemaal. Oh, kijk, dat gaat weer uit. En zo de hele tijd. Maar voor de rest gaat het prima. Joske is een dagje vrij, dus zit Kaar erbij. Ruimt ook nog. Wil je nog wat even wat zeggen? Voor de mensen thuis misschien niet? Misschien wel even leuk voor de mensen thuis. Nee, eigenlijk niet. Niet hè? Nee. Ik ga Kaira ook opnemen hiernaast. Kaira ook? Hè? Ja. Oh, laat dat eens zien hoe je dat doet. Wil je dat? Of is dat geheim? Is interessant voor de mensen? Nee, is het niet geheim. Doe dat even. Is het interessant? Ja. Oké, dan laat ik... Hier, pak hem. Laat ik dat even zien. Laat even zien hoe dat gaat. Ja, laat ik het even zien. Gaan we eerst even door de... Dichte deur. Oké. We gaan Kaira ook opnemen. Ik weet niet of het interessant is voor de vlog, maar anders kan Joep het er natuurlijk altijd uitknippen. Ik moet wel even leren om goed in de camera te kijken. Dat was de vorige keer ook zo'n drama de hele tijd. Nou, welkom in Studio 2. De studio die identiek is aan Studio 1. Alleen hier kun je dingen voorbereiden en zo, fragmentjes knippen en dat soort dingen. Nou, gaan we nu Kaira ook opnemen? Zit je hier? Even uitleggen, karaoke, mocht je nog nooit gehoord hebben. Het is een spel waarbij je een kort stukje van een nummer hoort. Maar daarbij is de tekst van een nummer op de melodie van een ander nummer gezongen. En dan moet je een beetje proberen te ontdekken welke twee nummers het zijn. Daarvoor heb ik twee nummers nodig, natuurlijk. Vanavond zijn dat twee nummers uit de top 500 van de 90's. En ik heb de muziek van Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato. En de tekst van Mr. Blue. Muziek loopt. Tekst van Mr. Blue. Even call, there comes the moon. And though it never seems too soon, sudden. Stillness as the rainfall starts to. Freeze, I'm Mr. Blue, I'm here. To stay with you and no matter what. You do when you're lonely, I'll be. Zo. Maar goed, zo gaat dus Kaira ook. Hè? Nou, ik weet niet of het in de vlog blijft, maar... Nou, daar zijn we weer. En? Nou, het was hilarisch. Ja, was het leuk. Voor de mensen. Ik denk dat dit echt... Ik denk dat we de YouTube-video van het jaar hebben nu. Echt? Gaan we viral? Gaan we eindelijk viral? Het gaat gebeuren. Oh, cool. Nou, ik ben ondertussen gewoon doorgegaan hoor. Oh, leuk. Het zijn we lekker in uniform, hè? Zo, echt. Ik heb dit al een keer aan de hand gehad met Bas, collega. Zullen we die foto even ergens inserten? Over jouw hoofd of over mijn hoofd? Of hier? Ja, of is dat te klein? Even kaderen. Daar komt hij. Ja. Oh, zie je? Oh, wat verschrikkelijk. Maar toen hadden we echt hetzelfde aan. Echt broek, alles. Oh, echt? Gewoon vol ja, dat zie je toch? Oh ja, sorry.
Ja, ik zie het al hier al vreselijk. Moet je kijken in die broek. Kan echt niet. Het kan niet. Duw maar even weg. Mam! Ja. Als je dacht, het kan niet gekker. Kan altijd. Wat ga je nou doen? Nou, ik ben een keer gestikt in een dropveter. En toen trok ik hem er zo uit. En ik ga kijken of ik dat nu nog kan. Je gaat hem nu in je keel stoppen? Ja. Je gaat hem naar doorslikken? Zit hij nu in je keel? Gadverdamme! Gadverdamme! Gek! Nou, dat gebeurde. Het zijn die Zeeuwen, joh. Het is een raar volk. Lekker. Mooie dag om even een rondje door het park te doen. Mooi weer, mooie omgeving. Maar er zijn natuurlijk ook andere mooie omgevingen. Hier ver, ver vandaan. Moet je maar zien. Goedemorgen, ik ben Wesley. Ik ben 21. Ik woon niet in Nederland, maar ik woon in Portugal en wel in de hoofdstad Lissabon. Vandaag neem ik de vlog van woensdag over als gastvlogger op het kanaal van Joep. Ik heb vandaag een vrije dag. Ik werk op een klantenservice van een groot Nederlands bedrijf in Lissabon dus. Dat doe ik sinds augustus van 2015. Ik ga vandaag met Danny, zijn vriend en een collega van mij, de stad in. En s'avonds komt daar Frena nog bij. Die gaat met ons samen een hapje eten. We gaan naar een bacalhau restaurant. Vandaag neem ik jullie dus mee de binnenstad in van Lissabon. Ik ga namelijk een soort van trip uitzetten voor mijn familie die in mei langskomt. Dus om alvast een beetje te bekijken wat ik allemaal ga laten zien. En ik neem jullie mee. Nou, goedemorgen, daar zijn we weer bij Vasco da Gama. Dat ligt hier achter. Dat is een groot winkelcentrum. En hier station Orient. Dat is eigenlijk waar ik elke dag uitstap om te gaan werken. Ik heb nu ook meegenomen Danny en Frena. Die zijn ook koffie aan het drinken. Hallo. Goedemorgen. Bom dia, zoals we in Portugal zeggen. Frena die moet zo meteen helaas gaan werken, zoals ik al zei. Met Danny en ik die gaan de stad in. Even een route uitstippelen om aan mijn ouders te laten zien die in mei langskomen. Frena die woont en werkt hier al 2,5 jaar. En Danny en ik sinds augustus, september vorig jaar zo'n beetje. We werken alle drie wel voor hetzelfde bedrijf. Dat is gewoon een callcenter voor Nederlandse klantenservice. Dus als je zin hebt om bij ons te komen werken, laat het even weten in de reacties. Dan stuur ik je een linkje toe. Ja, voor nu koffie en even van het zonnetje genieten. Kijk, dat zijn nog eens plaatjes, hè? Nou, hierachter zie je een brug, maar die ligt helemaal in het water. En die brug heet Vasco da Gama. Dat is toevallig ook zoals het winkelcentrum net heette. Die brug die loopt vanaf hier Lissabon en naar het zuiden. Die gaat richting de Algarve. Hier werken wij echt om de hoek. Dus hier zitten wij nog wel eens regelmatig om een kopje koffie te drinken. Ja, nu dus om 8:30 ochtends. Ik ben eigenlijk geen ochtendmens, maar voor jullie heb ik dat heel graag over. En ik vroeg me eigenlijk af of Joep, ben jij ook wel eens in Lissabon geweest? Zou je dat dus willen laten weten in je vlog? Ja, we zijn nu in de stad. Achter me zie je al een beetje de oude gebouwen, zoals je misschien gewend bent van de foto's van Lissabon. Ja, we gaan nu eigenlijk gewoon een beetje de berg op. Je ziet daarboven een kasteel. Daar zie je een kasteel. Ja, daar gaan we nu heen. We pakken tram 28. Als je in Lissabon bent, pak tram 28, is echt een aanrader. Ga door hele smalle steegjes heen. Ik film het zo meteen ook, dan kan je het ook gewoon zien. En dan zie je gewoon een beetje hoe Lissabon eruit ziet op een rustige doordeweekse dag. Dus ga met ons mee. Dit is dus de eerste stop die we hebben. Het eerste uitzichtpunt.
is echt heel tof hier. Dit was een hit op Q een tijdje terug. Ik wilde heel graag binnen filmen, maar ik werd best wel hardhandig door de bewaker buiten gezet. Dus ik doe het eventjes buiten de poort. Dit is eigenlijk een kasteel dat ligt op de top op de heuvel van Lissabon. Het is gebouwd in 1150 ongeveer, in de Moorse periode. En hier, dit kasteel is heel moeilijk bereikbaar. Het ligt op een heuvel. Vroeger zou het nog minder bereikbaar geweest zijn. Wij hebben het gewoon te voet gedaan. Hier leefden alleen maar soldaten. Op het moment dat er een bedreiging was in Portugal, kwam de elite hier ook bivakeren. Dat is een beetje wat er in dit kasteel gebeurde. En nu heeft het gewoon dienst als een museum en ja, verder gebeurt er niet zoveel eigenlijk. Als je binnenkijkt heb je een mooie view over de stad, exposities. Maar ja, ik mag dus binnen niet filmen, dus dat ga ik ook maar niet doen. Ja, dat is het kasteel St. George. Als je er bent, je moet het zeker doen. Het is wel een kleine entree, eurotje of 5 geloof ik. Maar je hebt wel echt perfect zicht over de stad. Dus als je er bent, zou ik het zeker doen. En een van de plaatsen waar je als toerist dus niet omheen kan, dat is dit plein. Dat heet Praça de Comércio. Dat ligt aan de Taag. De Taag is de rivier die langs Lissabon stroomt. Ja, dit ligt zo centraal. Hier kan je gewoon niet omheen. Ik moet je zeggen, ik ben hier geweest met oud en nieuw. In Lissabon mag je geen vuurwerk afsteken als burger, zeg maar. Dat doet de gemeente. En dan moet je voorstellen dat dit hele plein helemaal vol staat met mensen die daar in de richting van de Taag naar een vuurwerkshow aan het kijken zijn. Nou, dat is dus Praça de Comércio. We hebben een kleine lunch. Ik dacht ik doe eens gek, we pakken een biertje. En wat hebben we nou eigenlijk? We hebben een soort van codfish, een soort witvis met kaas. Dat is wat erin zit. Dus ik zeg Dan. Proost. Proost man. We zijn nu in een andere wijk van Lissabon. Dat is Belém. Zometeen gaan we naar de toren van Belém. Wij zitten nu eigenlijk even rustig op een bankje. Ik moet je zeggen, de tour die we tot nu toe hebben laten zien, die doet een gemiddelde toerist waarschijnlijk in een dag of twee. Dus je moet je voorstellen dat het best wel slopend is. Maar goed, we laten het graag zien. Voor nu, we gaan eventjes koffie drinken met een pastei de Belém. O tempo pra mim parou. Passado foi com ela. Para mim não mais voltou. Ja, dit is dus de pastei de Belém. Dat is een pasteitje dus met een beetje zoetigheid erin. Het is ook gebaseerd op een beetje eigeel wat erin zit. En zit er nog meer in Den? Enig idee? Vanille. Lijkt een beetje op custard, dan beter. En daarnaast hebben we nog een pasteitje met kip. Dus een van onze laatste stops is nog steeds in Belém. Als je goed kijkt zie je daar de rode brug. Als je verder naar rechts kijkt, dus ongeveer daar heb je een Jezusbeeld, zoals je die in Brazilië ook hebt. Dit is eigenlijk een van de mooiste plekken van Lissabon als je het aan mij vraagt. Oké, en nu gaan we door naar de toren van Belém. Die zie je al in de verte. Oké, bom nooit, zoals de Portugezen zeggen, dat betekent dan weer goedenavond. Het is 7:10, we hebben Frene net opgehaald, die is klaar met werken. En we zijn nu onderweg naar het Bacalhau restaurant. Goed dat je nog steeds kijkt en als je het leuk vindt, doe dan even een blauw duimpje omhoog onder de video. We gaan Bacalhau eten, voor de mensen die niet weten wat het is vergelijkbaar in Nederland met kabeljauw. Het is een gezouten vis en meestal doen ze het in een schotel. Nou, hier is het eten. Ik zei eerder dat bacalhau altijd in een schotel zit. Dus enigszins waar, maar het kan echt op 1001 manieren bereid worden, zoals je hier ziet. Hier is een selectie van de 4 populairste bacalhau-gerechten. En we hebben ook lekker een wijntje, dus we gaan lekker eten. Nou, we hebben net heerlijk gegeten. De bacalhau heeft goed gesmaakt. Ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Ik ga hem bij deze afsluiten. En mochten jullie het nou echt leuk hebben gevonden, het was voor mij de eerste keer. Maar mochten jullie bijvoorbeeld 1 keer per week of 1 keer per maand een vlog van mij willen zien... Ik ben misschien van plan een eigen kanaal te gaan starten. Is nog niet zeker, maar laat even weten wat je ervan vindt in de reacties. Het is sowieso leuk als je laat weten of Joep vaker een gastvlogger in zijn vlog moet hebben. Laat het weten, laat nog even een blauw duimpje achter. Ik ga nog even naar binnen, ik ga de avond afsluiten. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. Een fijne dag, als je 's ochtends kijkt. Nou, je weet wat ik bedoel. Oké, dag mensen.
Zo, dat was leuk, hè? Een gastvlogger in het buitenland. Ja, ik heb nog niet alles gezien. Ik ben er even snel doorheen gegaan. Ik moet het nog gaan editen. Maar ik zag wel, in het doorheen gaan, zag ik nog een vraag aan mij. Of ik ooit in Lissabon ben geweest. Nee. En dat komt eigenlijk een beetje door Q. Want toen hadden we Q Hotel. En toen zijn mijn ouders en mijn broer naar Lissabon gegaan. En normaal gesproken was ik mee geweest. Maar Q Hotel was, dus ik kon niet weg. Dus ik ben er nooit geweest. Wel de Algarve daar in het zuiden, maar nooit Lissabon. Dus nee, Westie. Maar thanks voor je gastvlogger zijn. Leuk. Oh, luister. Wie gaat er met de Backstreet Boys op crew? Is Eline? 903 meter, je hebt gewonnen! Nee! Let op, ik kom zo meteen neer. Goedenavond Anouk, waar gaan we naartoe? We gaan naar New York City. Ik ben heel erg fan van de reis door Amerika van Bas en Adriaan. Oh mijn god, dat is echt waardoor ik af wilde. Oh echt? Ja. Anouk, wanneer gaan we wat drinken? Gaaf, hè, dat stukje. Het is officieel een mood promo en die worden in huis gemaakt. En ik krijg daar heel vaak vragen over, hoe wordt dat dan gemaakt? Nou, dat wordt in deze hokken gedaan. Hier. En hier zit Niels. En Niels is verantwoordelijk voor die mood promo. En misschien kunnen we even checken hoe dat gemaakt wordt. Hi. En hi. Niels hi. Is een koning. Oh, dat is een woordspeling, want hij heet de koning. Heel leuk. Met de mood promo. En toen dacht ik, nou laten we eens even checken hoe dat gemaakt wordt. Nou, welkom. En jij doet dat altijd. Ja, nou ja, in dit hok. Het is klein, het is heel klein, maar het is groot genoeg. Dit is het. Ja, dit is het een beetje. Dit is gewoon wat gebeurt eigenlijk. Die moedpromo, wat is dat dan in één zin? Want jij kan het dan heel goed uitleggen. Ja, de moedpromo, dat is zeg maar in een soort half minuut. Een beetje het geluid van Q en dienst die gebeurt op Q. Dus dat is een beetje... Dus wat de opzending is. Voor de samenvatting van de NWQ is het. En die van deze week, ja, daar zit ik dan zelf in. Vind ik heel tof. Kan je laten zien hoe dat eruit ziet dan? Nou ja, dit is het. Dit is eigenlijk gewoon de mood promo. Al die sporen? En, ja, dit zijn. Ja, ik vergelijk dat toch een beetje met Photoshop. Iedereen kent Photoshop wel. Ja. In Photoshop heb je ook zeg maar allemaal laagjes met op elk laagje weer een soort plaatje, een beeldje. Ja. En samen wordt het een één geheel en dat is eigenlijk met geluid net zo. Dus elk blokje wat je ziet is weer een apart geluidje eigenlijk. Ja, dit is zeg maar wat ik gebruik voor één mood promo. Ja, voordat ik deze ga maken zit er wel een beetje voorbereiding aan vast. Ik ga meestal kijken van oké, welke tracks passen bij elkaar qua tempo en toonhoogte. Dat is vaak een hele puzzel. Maar als dat gedaan is, dan ben je eigenlijk op de helft. Ja, en dan moet je gewoon gaan maken. En dan is het ook een kwestie van leuke fragmenten zoeken uit de uitzending. En gelukkig was het deze week eentje van jou die heel leuk was. Dus ja, we hebben de hele week kunnen horen dat jij... dat ik aan het chansen was. Iets wil gaan drinken met... wie was het ook? Goedenavond Anouk. Waar gaan we naar? Anouk. Dus dat is dat is leuk. Maar bijvoorbeeld, daarnet voor ging je van Michael Jackson naar Robin S. Ja, ik zal kijken. Kun je laten zien hoe dat eruit ziet dan? Ja, hier gebeuren een paar dingen. Kijk, dit is Michael Jackson. En je merkt vanaf hier gaat hij sneller. Kijk, dat heb ik gedaan omdat Robin S. die is sneller dan Michael Jackson. Dus dan laat je mijn snelheid oplopen. Ja, want op die manier merk je zeg maar, niet heel erg dat, dat je in één keer in tempo omhoog gaat. Dus ja, wat je dan krijgt is dit. Alleen nu vond ik deze overgang nog een beetje simpel, dus wat ik heb gedaan is dat ik nog iets heel subtiels heb toegevoegd. Een soort echootje. Wat die blaas eronder zitten. Ja, het zijn echt hele kleine detailtjes, maar ja, als je dat dan samen hoort. Dan lijkt het toch meer bij elkaar te horen. Dus het zijn een beetje van die trucjes om wat voor elkaar te Want in de promo zit er dan ook nog mijn stem overheen. Dus dan valt het helemaal weg. Eigenlijk het effect. Ja, hij zit eigenlijk... Goedenavond Anouk, waar gaan we naartoe? We gaan hier... Ja, toch, schrik als je hem uitzet. Ja, het blijft een detail, maar dan... Goedenavond Anouk, waar gaan we naartoe? Zie je, dan één keer klinkt het minder mooi. Dus ja, zulke dingetjes, dit ook bijvoorbeeld. Kijk, deze, dit is Narcotic. Maar daar zit stiekem al dit onder. En dit komt uit dit liedje. Maar ja, omdat het hier eigenlijk al onder zit, zonder dat je het door hebt, voelt het als één geheel.
nou is dit eigenlijk ook niet helemaal zuiver. Het is een klein beetje vals, maar dat hoor je met jouw stem eroverheen toch niet meer. Zeg Marguerite, ik kan filmen. Oh echt? Ja. Anouk, wanneer gaan we wat drinken? Morgenavond. Nou ja, wat ik ook wel leuk vond. Kijk, je hebt natuurlijk 90's natuurlijk ook dit. Hey yo, Captain Jack! Maar als je het over Jack hebt, dan is dit natuurlijk ook 90's. Oh, ik kom Jack. Ook wel leuk om dat dan te combineren. Dus je bedenkt dit allemaal zelf? Ja. Ik wist het dus ook nog niet, hè. Ik ben net zo benieuwd. En even kijken, bij het einde is er ook een hoop dingen doorheen nog. Kijk, dit is het einde ervan. Maar ja, om zeg maar een beetje het gevoel te geven dat je echt opstijgt, zeg maar, zitten allemaal dingetjes onder, zoals dit. Ja, het valt eigenlijk nog niet eens op, maar als je het nu in één keer hoort. Dan hoor je het wel een beetje. Ja, het zijn allemaal kleine dingetjes die er samen één geheel maken. En in hoeveel sporen wordt deze moodpromo nou gemaakt, in dit geval? 61. 61 ja, sporen? 61. 61 dingen die door elkaar, over elkaar, tussen kanalen, elkaar. Ja. Mijn hemel. Heb je al iets voor komende week? Daar ben ik net aan begonnen, maar daar heb ik echt nog helemaal niks voor, bijna. Oh, wat staat er nu dan? Daar ben ik wel benieuwd. Niet heel veel. Nou, deze week hebben we natuurlijk top 500 van de 90's, dus de nummer 1 ervan, die moet er sowieso in. Wanna see the rainbow? Oh, dat wisten we nu nog allemaal niet. Nee, dat is nu nog geheim. Maar ja, als je dit ziet, dan weet je dus wel. Nee, ja, ik heb nu alleen nog dit eigenlijk, dus dit is eigenlijk het enige wat nu nog... De Q top 500 van de 90's. Dus op hier weer een fragmentje. Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke lelijk nog, maar als je dit hoort op een gegeven moment, dan hoop ik dat het goed is. Tof! Nou, dankjewel, Niels. Vond je het leuk? Werk ze. Dankjewel. Als er vragen zijn, mogen ze gesteld worden. Ja, gewoon onder, beneden. Ja. Allemaal goed. Vragen voor Niels. Dank u! Alsjeblieft. Dag! Oh, we hebben een nieuwe vergaderruimte. Of ja, de ruimte is niet nieuw, maar wat erin staat wel. Ik dacht, dat is een mooie plek voor... Ga ik even op het nieuwe bankje zitten, hoor. Kyra, die vraagt... ik wil wel eens een rondleiding krijgen door het pand van Q. Hoe meld ik me daarvoor aan? Kyra@qmusic.nl. Dan Sas, film je nog steeds met je telefoon? Ja, doe ik. Ik zou het je graag willen laten zien. Maar hey, ik film ermee. Wat is jouw top 3 van de 90's? Die vraag krijg ik. Ja, top 500 van de 90's. Is nu af aan het ronden. Want het is nu is nog anderhalf uur. Tuur te lijst. Ja, mijn favoriete. Oh jongens, dat is wel moeilijk. Michael Jackson. Alles van Michael Jackson mag in mijn top 3. Dat maakt me niet uit. Charles and Eddie, Would I Lie to You? Vind ik heel tof. Alle muziek van NSYNC vind ik ook te gek. Dat zijn een beetje mijn favorieten. En Just Faye vraagt, superleuke video, zoals altijd natuurlijk. Dankjewel. Waarom was Kai de posters aan het signeren? Oh, vorige week, ja, was hij aan het signeren. Volgens mij was dat om, bij prijzen te doen, die dat hij weggeeft. Nou, hij is hier, kan het even vragen. Volgens mij loopt hij hier nog ergens rond. Het is hier heel rustig, hè, zoals je ziet. Alleen Heidi is nog heel hard aan het werk, kijk. Heidi! Zwaai je even? Ah, ja. Oké, top. Kai Merks! Ah, hij is er. Ik heb een vraag voor je. Oh, is het Friday? Hoe zit ik hier ook weer? Hi. Hi. Hard aan het werk, zie ik. Ja, af en toe moet je even ontspannen. Waarom was Kai die posters aan het signeren? Posters? In de vorige die kaarten. Nou, nee, weet je wat dat is? Je kunt wel eens een prijs winnen bij mij. En dan stoppen ze daar zo'n kaart bij van mij. Daar staan wat facts op. Bijvoorbeeld dat ik aan Q-calls heb meegedaan. Hoe ziet dat ding eruit dan? We willen het zien. We wachten hier. Nou, dit is. Dus hier staan wat facts op. Staat er dan? Staat op, heeft in een band gezongen.
won in 2014 Q College. Kan de radio niet uitzetten als de zanger of zangeres halverwege een zin is. Echt? Ja, oh. Moet ik altijd even de zin afluisteren. Oké. Ja, stom hè. Komt uit Zeeland, ook stom hè? Ja, dat is stom. En eerste baantje was het bezorgen van folders. Ja, dat hebben we allemaal. Ja, en dan sta ik hier zo in het groen. Oh, getekend en wel. En dan, getekend. Dus daarom was die aan het tekenen, dan kunnen ze het er weer gewoon pakken. Nou, een lang antwoord. Zo, wil jij hem? Ik vind het gek dat ik af en toe pauze moet nemen hier. Goedemorgen, inmiddels 7:06. Woehoehoe. Ik wil graag de vlog van deze week besluiten met... we hadden het er net nog over, die mood promo die Niels aan het maken was. Dit is het uiteindelijk geworden. De Q Top 500 van de 90's. De nummer 1 in de Q Top 500 van de 90's. Kondig hem zelf maar aan. DJ Parel stak erin, maar hij in de sky. Je mag een klein armpje over deze. Komt er helemaal niks meer van in dan? Word ik helemaal nerveus? Ik ben er klaar voor, Finn. Music. Tof, hè? Dat is het geworden. Maar dan is het mooi, je hoort, je weet een beetje hoe het nu werkt met die mood promo. Je hoort hier... Thanks. Ik ben er klaar voor, Finn. Op de achtergrond hoor je Duke Dumont en Ocean Drive. Laat dat nou ook het eerste liedje zijn dat ik daarna draai. Nou, dan is die overgang te gek. Oké, ik ga nu echt heel erg radionerd, hè, maar let op. Dat is echt, als DJ is dit de bom. Oké, jongens, ik ga verder met mijn programma. Mijn liedje is bijna klaar, kijk. En ik zie jullie volgende week met een gastvlogger. Oh, die ook wel eens op de plek zit waar ik nu zit. Oh, tot volgende week. Bye.